Ik ben Ron Mostaert en dit is aflevering 217 van Het Leger des Heils in 2 minuten. Ik ga u in deze en in de komende afleveringen meenemen in mijn reis als heilsoldaat zo door de jaren heen. In de vorige aflevering heb ik het gehad over wat mij aantrekt in het Leger des Heils. In de komende afleveringen zal ik me afvragen waarom mijn maatschappelijke betrokkenheid? Wat geloof ik als heilsoldaat? En hoe ziet een Leger des Heils kerkdienst eruit? Maar in deze aflevering wil ik het hebben over de vraag, wat is een heilsoldaat en waar staat een heilsoldaat voor? Ik ben heilsoldaat en dus lid van het Leger des Heils, vanuit een vrijwillige, persoonlijke toewijding aan Jezus Christus. Het is mijn intentie om levenslang God te dienen en anderen te helpen om ook Jezus te vinden vanuit de overtuiging dat het Leger des Heils voor mij en ook voor een ieder de beste plek is binnen Gods familie om geestelijk te groeien en trouw aan God te blijven. Als heilsoldaat heb ik ook beloofd om mij aan een aantal clubregels te houden. Zoals bij iedere georganiseerde groep heeft het Leger des Heils een aantal afspraken gemaakt met zijn heilsoldaten. De 4 meest opvallende afspraken zijn niet roken, geen alcohol, geen drugs en het dragen, niet overal, maar op gepaste momenten, van een uniform. Zijn dat afspraken die in de Bijbel, die wij toch als leidraad in ons leven hebben aangenomen, terug te vinden zijn? Echt niet. Het zijn gewoon uitgangspunten die wij als heilsoldaten belangrijk vinden in ons leven. Veel van deze afspraken hebben een historisch karakter, maar zijn toch op een of andere manier actueel. Ze maken ons bijzonder in het grote kerklandschap. Al de afspraken die wij intern in het Leger des Heils gemaakt hebben, samen met de leefregels die wij in de Bijbel terug kunnen vinden, maken ons als groep herkenbaar, als christenen die een heilige strijd strijden. Ik ben Ron Mostaert en dit was aflevering 217 van Het Leger des Heils in 2 minuten.